We hebben hem eindelijk te pakken. Wat een fantastisch beestje. Dit is de ringslang. Een van mijn favoriete dieren hier in Nederland. Wat een prachtig beestje. We zijn hier weer terug op de Wageningse Berg, want dit is en blijft de beste plek om op zoek te gaan naar ringslangen. En dit is hem dan. Dit is een ringslang. Nou, je vraagt je misschien af waarom hier bij de Wageningse Berg de beste plek is om op zoek te gaan naar de ringslang. Nou, ze zitten ook heel veel in het Renkums Beektal. En het geheim zit eigenlijk al in de naam. Het Renkums Beektal. En de Wageningse Berg ligt naast de Rijn. De ringslang hoort namelijk bij de familie van de waterslangen. En ze hebben dus ook water nodig in de buurt om te kunnen overleven. En deze slang is een van de drie inheemse soorten die we hier in Nederland kunnen vinden. En met inheems bedoelen die hier van nature voorkomen. De andere twee slangensoorten die je hier in Nederland kunt vinden zijn de adder, die je kunt herkennen aan een zigzagpatroon op de rug, en de gladde slang, die je kunt herkennen aan twee rijen stippen naast elkaar op de rug. En deze soort, de ringslang, kun je heel goed herkennen aan de gele ring achter zijn kop. Nou, ringslangen die hebben een plek nodig om te overwinteren. Het zijn namelijk koudbloedige dieren. En dat is ook de reden dat je ze hier heel veel in de zon ziet zitten. Omdat ze koudbloedig zijn, moeten ze zichzelf opwarmen. En dat kan door in de zon te gaan zitten, net als wij dat doen op het strand. En dat in de zon zitten heeft twee hele grote voordelen. Hun metabolisme gaat sneller, dus ze kunnen zich sneller voortbewegen. En hun spijsvertering gaat sneller, dus ze kunnen veel sneller voedingsstoffen opnemen. Maar als wij naar het strand gaan, moeten we natuurlijk ook een goed plekje hebben. Uit de wind, in de zon en niet te veel mensen om ons heen. Nou, deze ringslang moet ook een goed plekje zoeken. Als er te veel planten en bomen zijn, is er te veel schaduw en dan kunnen ze niet opwarmen. En als er nou helemaal geen planten zijn, dan kunnen ze heel makkelijk gezien worden door aanvallers. En hoewel de ringslang natuurlijk een geweldig roofdier is, staat hij niet aan de top van de voedselketen. Ook de ringslang heeft natuurlijke vijanden, waaronder de slangenarend, de ooievaar en de egel. Maar de ringslang heeft drie trucjes om zich te verdedigen. Als eerste gaat hij een stinkende vloeistof achter bij de staart uit zijn klieren persen. En deze vloeistof stinkt een beetje naar knoflook en rottende etensresten. Als dat niet werkt, dan kan hij ook nog zijn prooi uitbraken. En dat zie je hier. De ringslang doet dit in de hoop dat de half verrotte etensresten in zijn maag de aanvaller zullen afschrikken. Nou, als dat niet werkt, dan heeft hij nog een laatste tactiek. En die is heel bijzonder. En wat de ringslang dan doet, is een toneelstukje opvoeren. Hij gaat zich doodhouden. Hij draait zich op zijn rug, laat zijn buik aan de aanvaller zien en spert zijn bek een beetje open. Maar dat is nog niet alles. Hij heeft een paar extra trucjes, een soort special effects. Uit zijn bek druipt een beetje bloed, zijn pupillen draaien naar onder en hij laat een stinkende vloeistof achter die ruikt naar een rottend dier. En dit doet hij allemaal in de hoop dat de aanvaller denkt dat hij al een paar dagen dood is. Super slim bedacht. En zoals je kunt zien is deze slang constant zijn tong naar buiten aan het steken. Dat noemen we tongelen. Dat doen alle slangen en heel veel andere hagedissen ook. De lucht zit vol met geurmoleculen. Met vers gemaaid gras, bloemen, maar ook van prooidieren. En waar wij onze neus gebruiken om te ruiken, doet de slang dat met zijn tong. Met zijn tong vangt hij de geurmoleculen in de lucht op. En die brengt hij achter in zijn bek naar het orgaan van Jacobsen. Hier worden de geurmoleculen geanalyseerd. En je kunt je voorstellen dat als de prooi aan de linkerkant van de ringslang zit, dat er aan de linkerkant meer geurmoleculen op de tong komen. En zo kan de slang precies bepalen waar de prooi zit. Fantastisch! De ringslang is geen echte wurgslang en hij is ook niet zo giftig als de ratelslang of de cobra. Maar als hij een prooi te pakken krijgt, dan slikt hij hem gewoon in één keer door. En daarvoor gebruikt hij een heleboel kleine tandjes in zijn bek. En hoewel de ringslang niet giftig is voor mensen, heeft hij wel degelijk giftanden en gif. En de ringslang voedt zich voornamelijk met kleine amfibieën zoals kikkers en padden. Heel soms zit er ook een kleine hagedis bij. En deze kleine amfibieën zitten natuurlijk voornamelijk bij de rivieren, de beekjes en de stilstaande wateren. En daarom is dat natuurlijk ook logisch dat je daar heel veel ringslangen kunt vinden. Begin april worden ze wakker uit hun winterslaap en komen ze uit hun holletjes. En dan gaan ze op zoek naar een partner. En dat gaat er soms heel heftig aan toe. De vrouwtjes worden namelijk belaagd tot soms wel tientallen mannetjes. De mannetjes kronkelen om elkaar heen en proberen elkaar weg te duwen. In de hoop het vrouwtje voor zichzelf te winnen. Een ander grappig feitje van de ringslang is dat de vrouwtjes veel groter worden dan de mannetjes.
De vrouwtjes kunnen wel tot 1,5 meter worden, terwijl de mannetjes op ongeveer 90 centimeter blijven steken. En hoe komt dat dan? Nou, je kunt je voorstellen dat als de vrouwtjes, de eitjes of de baby's in hun buik moeten dragen, dat daar veel meer ruimte voor nodig is. En als de vrouwtjes dan bevrucht zijn, want ze dragen eitjes, dan gaan ze op zoek naar broedhopen. En dat zijn hopen takken en oud organisch materiaal waar de temperatuur heel erg kan stijgen. De ideale temperatuur voor het ontwikkelen van babyslangetjes en eitjes is rond de 28 graden. En als die babyslangetjes dan uiteindelijk uitkomen, dan gaan ze op zoek naar eten. En uiteindelijk groeien ze uit tot volwassen dieren zoals deze. Prachtig. De ringslang is absoluut een van mijn favoriete dieren hier in Nederland. Dit was BioVlog Wild. Stay tuned voor het volgende avontuur. Deze prachtige slang hoort natuurlijk terug op de plek waar we hem hebben gevonden.